Vandaag gaan we een boot proberen te maken. We gaan een boot proberen te maken met PVC buisjes. Oh my god. En duct tape. Folie. Dat zijn de dingen wat we gaan gebruiken. Kijk, we hebben vandaag hebben we dit gekocht. Super veel PVC hebben we hier gehad. Damn. Duct tape. Ja, Nick heeft de duct tape. Folie. Oké, dus we hebben hier op de grond hebben we al iets neergezet. Nou, Yannick dan. Hoe we het willen hebben. Dus Yannick, leg even uit. Wat heb je hier al neergemaakt? Nou, dit wordt de onderkant. We moeten even kijken hoe lang Steven is dat zijn benen erin kunnen. Dan gaan we dan aan de onderkant stevig maken, dat hij de stevig kan houden. En dan gaan we omhoog maken een stukje. Dat het een beetje op boot gaat lijken. Ook af. Wil je het ook geschuurd hebben of dat niet? Nee. Nee? We hebben nu dit. Eerst toch mooi. Lekker bouwen. Lekker bouwen met boys tijdens kerstvermen. We zijn nu bezig met de zijkant. En wat een werk is dat. Het is alleen maar tapen. Het is alleen maar tapen en tapen en tapen. Niks aan, ouwe. Dag 2. En we gaan beginnen met het... Met het zielen, ja. En met het dichtmaken dat die water dicht is. Dus. En het is super lekker weer vandaag. Want vandaag moet ik in de boot en dat regent heel de dag. En het is koud. Dat is alleen maar de top, ja. Dit is echt een dag wanneer je gewoon wakker wordt en je denkt... Ah, nu ga ik een boot maken. Nu ga ik een boot maken en ik ga erin zitten. Dit is echt, ja, heerlijk. Bij de 10.000 likes gaan we vaker dingen maken, zoals een boot. Dan deze. Springkussen. Bij de 10.000 likes gaan we een springkussen maken. Vind ik een goeie. Nog een extra laagje op de bodem. Denk je dat het gaat lukken? Ik denk wel dat het gaat. Wat denk jij? Niet heel lang, maar het zal wel goed gaan. Ik denk dat het echt goed blijft, hoor. Ja, ga jij de Noordzee over? Oké, dus. Zoals het lijkt is hij af. Alleen nu moeten we kijken hoe ik erin moet gaan. Oké, dit wordt echt lastig, hè. Dit echt... hoe moet ik erin dan? Het is net... Ik zie mezelf al zo... Op het zeetje, soms ondergaan. Sterretje zo boven me. Sterretje. Oké, dus we reden naar een plek toe. Alleen daar kan je niet binnenkomen door corona. Dus dat is een beetje jammer. Dus we rijden nu naar een andere plek toe. En dat is wat minder goed, helaas. Alleen je hebt daar niet een mooi aflopend water. Het is in één keer diep. Dus dat gaat sowieso verkeerd. 100% dat verkeerd gaat. Ik weet het 200%. Ben je er klaar voor om eruit te halen? Ik hoef gelukkig in te zitten. Yo! Yo! Het waait echt fucking. Oké, wacht. Oké, dus ik ben ongekleed en het waait super hard en het is echt koud. Oh, het waait bijna weg. Het is echt, echt koud. Maar, let's go! Ja? Ha ha ha!
Bijna ik ook. Ik moet hem achterlaten. Jezus.